Ik hoor vaak mensen klagen over dat schudden van die putter in die backswing. Nou, daar gaan we dus eventjes een aantal oplossingen voor verzinnen. Maar voordat we dat gaan doen, een stukje natuurkunde. Een putter staat op de grond. Een lie. Een lie van, laten we zeggen, 70 graden. Als ik die weerstand van die grond weghaal, trekt de zwaartekracht de putter naar beneden. Vertaald naar een puttingstrook. De putter start gefixeerd op de grond. Zodra ik mijn backswing maak, komt die putter los en zal die zwaartekracht die putter naar binnen willen trekken. Maar door de snelheid van de putter vindt die putter zijn baan weer. Want snelheid, kijk, op het moment dat een putter wat vlotter beweegt, snelheid heeft, zie je dat lijntje keurig over mijn vinger bewegen. En als ik de snelheid laat afnemen, dan krijgt de zwaartekracht weer de overhand. Dus het is best wel verklaarbaar waarom die putter een beetje naar binnen wil en dan in één keer zijn weg gaat vinden. En daarbij, en dan is de metafoor misschien een auto met een caravan, rij met die auto vooruit en die caravan die volgt feilloos, maar rij met die auto achteruit en je krijgt al heel snel die caravan alle kanten op wil. Tenzij je exact tegen het midden van de massa duwt. Dus duwen en trekken. Als ik een backswing maak, duw ik armen en putter van mezelf weg. Dus dan is dat gevoeliger voor schutbewegingen. Denk aan het naar achteren rijden met de caravan. Maar als ik die neerzwaai maak, trek ik armen en putter terug. Wat per definitie dus veel stabieler is. Dus het is best wel verklaarbaar waarom je in die backswing af en toe wat van die schutbewegingen voelt. Maar maak je daar nou niet te veel zorgen om. Want je slaat die bal niet weg tijdens je backswing. Op impact wordt bepaald hoe die bal gaat vertrekken. Nou, wil je daar toch iets tegen doen? Ik heb hier een tweetal hulpmiddelen liggen. Het welbekende plankje, de True Plane. Is het een goed middel? Ja, het is een heel goed middel, want je gaat het gevoel krijgen van hoe een putter op plane blijft. Maar wat je wel moet beseffen, is dat zo'n True Plane het heel gemakkelijk maakt om die beweging perfect te maken. Dus een True Plane zou in beginsel goed zijn om het gevoel te krijgen. Ik heb meer voorkeur voor zo'n pendulum stick en die kun je ook makkelijk namaken door een aimstick wat in te korten. Fixeer de stick op je putter, op je borstbeen. Dankzij die connectie ga je voelen hoe beide synchroon bewegen. De putter zit veel meer vast, dus ook hiermee wordt het moeilijker om alle kanten op te gaan. En die connectie die kun je dan creëren door rechtop te gaan staan, ellebogen bij je te brengen. Rechtop te gaan staan, ellebogen bij je te brengen en vanuit deze positie te bewegen. Als je die connectie behoudt, zul je ook merken dat die putter veel minder de kans heeft om alle kanten op te gaan. Met als puntje op de i, zodra je gaat putten, start met die putter een millimeter boven de grond, dus til die putter iets op. Daardoor fixeer je hem wat meer op je bovenlichaam, maar je hebt dat vaste punt niet meer waar je die putter vanaf moet tillen. Dus je zult gaan merken op het moment dat je die putter een beetje hovert, zoals dat heet, dat je die putter veel beter, veel meer smooth wegneemt. Dus dat zou ook nog een heel goed middel kunnen zijn. En mocht je dan nog twijfelen, laatste oefening, zet de putter op de grond. Je gaat met twee tees een poortje maken waar die putter eigenlijk exact tussendoor past. Als die putter dan te excessief schudt, dan kun je indenken dat het heel moeilijk wordt om die bal zuiver in de sweet spot te raken, oftewel die putter terug op in zijn baan te brengen. Nou, dan heb je met die twee tees een heel mooi controlemiddel. Plaats die twee tees, plaats een bal. Nou, en als je voelt dat je die bal goed raakt, dan weet je in ieder geval dat je putter op plane terug is gekomen.